Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft de digitale dispensatiecontrole uitgeprobeerd. Afgelopen zaterdagavond was de bewindsman samen met een parlementaire delegatie deel van een operatie van de politie. Een grote zorgpunt van deze gehele delegatie is dat veel mensen zich over straat begeven nadat de avondklok is ingegaan. Minister Amoksi vindt het erg dat veel mensen zich over straat begeven als de avondklok al is ingegaan. Mensen moeten zich dan haasten met alle gevolgen van dien. Als u weet dat u om 7 uur thuis moet zijn, als u weet dat om 7 uur de lockdown tijd ingaat, dat moet u tenminste moeite maken om op tijd thuis aan te komen. En niet nog, weet u, misschien een half uur nemen of een uur nemen om daarna naar huis te rushen. We hebben de afgelopen tijden gezien de aanrijdingen die ontstaan, de verschrikkelijke aanrijdingen. Mensen zijn zelf komen te overlijden en dat vind ik erg. Districtscommissaris Ricardo Bolla van Paramaribo Noordoost zegt dat voor een veilige verkeerssituatie Surinamers moeten leren om op tijd uit huis te vertrekken. En als u weet dat om 7 uur u al thuis moet zijn, dan moet u niet om 7 uur vertrekken van waar u zich bevindt. Maar ik ken de gewoontes van de Surinamers ook. Ik ben trouwens ook Surinamer. Dus ik ken de gewoontes. In Suriname hebben we de onhebbelijke gewoonte om te wachten tot het laatste minuut om dan echt te vertrekken naar huis. En het is we moeten ons gedrag gaan veranderen. De COVID-situatie leert ons meer en meer dat het ook niet goed zit met ons gedrag. Laten we dat met z'n allen ook lering uittrekken en laten we ons gedrag alsjeblieft veranderen. DNA-lid Patricia Etnel gelooft dat mensen er al genoeg van hebben om thuis te blijven. Deze beperkingen kunnen vergaande gezondheidsproblemen met zich meebrengen. We moeten de mensen leren om verantwoordelijk te zijn voor wat zij willen met hun gezondheid. Want per slot van rekening ben jij verantwoordelijk voor wat je wil met je gezondheid. Wil je gezond leven of wil je niet gezond leven? Dus het is jouw verantwoordelijkheid. En daar moeten we steeds naartoe gaan en dan denk ik dat het goed komt. De bedoeling van deze operatie was om de minister van Justitie en Politie en de parlementaire delegatie een beeld te geven hoe de controlehandhaving geschiet tijdens de avondklok.